Hoi en welkom bij een hele nieuwe Let's Play Wednesday. Vandaag gaan we het spel Tower of Fun spelen. Heel veel mensen hebben hierom gevraagd. En het lijkt me een heel erg leuk of fun spel, maar tegelijkertijd ook wel een klein beetje frustrerend. Ik ben heel erg benieuwd naar hoe het spel is. Maar voordat we gaan beginnen heb ik nog een hele leuke challenge voor jou. Namelijk om deze video een duimpje omhoog te geven. Alleen, welke hand moet je hiervoor gebruiken, dat hangt ervan af. Heb jij hoogtevrees? Gebruik dan je linkerhand om op dat duimpje omhoog te klikken. En heb je zoiets van, hoogtes boeit me helemaal niks. Gebruik dan je rechterhand om op dat duimpje omhoog te klikken. Ik heb in ieder geval echt ontzettend veel zin in de game. Dus laten we meteen beginnen. Ja, we zijn er. Zoals je kunt zien, staan we in een gigantisch grote toren. Wow, dat is echt heel erg veel wat daar zo gebeurt. Het doel van deze game is natuurlijk om helemaal aan de top te komen. Dus het is eigenlijk een beetje als Tower of Hell. Maar dit heet dan Tower of Fun. En ik heb geen idee wat deze zo fun maakt. Want het ziet er naar uit dat heel veel mensen doodgaan en het niet helemaal halen. Je krijgt in totaal 9 minuten om deze te halen. Oh nee, daar ga ik. Wat? Oh, kijk eens eventjes. Oh, wat handig. Als je doodgaat, hoef je niet helemaal aan de bodem te beginnen. Oké. Dat vind ik wel heel erg top. Nou, maar is dat dan gewoon, oh nee, voor dit platform? Oh, ik was zo dicht bij het volgende platform. Maar ik ben dus heel erg benieuwd of dat per platform geldt. Want dat betekent inderdaad wel dat het een Tower of Fun is. Oké, goed. We hebben hier nu dus dit groene platform gehaald. Ik ben heel erg benieuwd of hij dat gaat onthouden. Oh, oeps. Oké. Oh, ik ben al dood. En ja, ik sta weer op het groene platform. Top. Nou, dan denk ik dat ik het wel ga halen ergens, toch? Zou je hopen? Oeh, kan er overheen. Ja. En dan ga ik hier over. Oh, jongens. Best wel een beetje lastig dit. Maar tegelijkertijd gaat het ook wel redelijk goed. Yes, ik ben op een paarse platform. Oh, ik ben echt heel erg benieuwd of ik de top ga halen. Tegelijkertijd sta ik niet zo heel erg hoog nog. We gaan in ieder geval ons best doen. Oh, wat fijn. Wat fijn, jongens. Oh, ik ben echt heel erg blij om te weten dat je gewoon op datzelfde platform kan beginnen. Oké, ik denk dat ik deze misschien beter schuin kan pakken. Want dan heb je meer kans om het te halen, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Nee, ik snap het zelf ook niet helemaal. Oké, we zijn op een rode platform. Oh, wat top. Oh, laat die dikkerd eventjes weglopen. Oh ja. Oh, dat is wel jammer. Als die valt, dan komt hij weer heel erg snel terug. Ieder heeft een voordeel. Oh, daar ging mijn hoofd. Maar maakt niet uit. We kunnen dit. Kunnen wij dit halen? Oeh. Nou, niet helemaal, zoals je kunt zien. Eventjes door naar dit gedeelte. Yes. En yes. Oké, zover zijn we nog niet gekomen. Ja. Nou, deze is gelukt. Oké, nu moeten we dit nog een paar keer opnieuw doen. Dat is één ding wat ik heel fijn vond aan de Tower of Hell. Zodra je hoog komt, dan kom je eigenlijk niet zoveel mensen meer tegen. Maar ik zie nou zoveel mensen en ze komen de hele tijd in mijn lichaampje zitten. Dat vind ik gewoon niet heel erg fijn. Oh my god! Oh, hoe bedoel je Tower of Fun? Je bedoelt meer Tower of Mega Frustration. We kunnen dit. Ik ga heel voorzichtig. Jamila, gewoon niet zoveel praten. En dan hier. Oké. Oh, ik dacht bijna dat ik eraf zou vallen. Laatste, jongens. En yes! Wow! Oh, wat fijn. We zijn bij het oranje platform aangekomen. En veel mensen hebben moeite met het platform hieronder. Maar die hoeven dus lekker nooit meer te doen. Oh, wat heerlijk. Zo. Nou, dit oranje platform is eigenlijk niet zo heel erg lastig. Daar komen we best wel goed overheen. Dus. Oh, top, wat zijn we lekker hoog. En het is rustiger geworden hier, dus ik ben er heel erg blij mee. Kijk eens even, we hebben mensen lekker achtergelaten. We gaan hier zo verder en dit is allemaal nog best wel te doen. Dit is... Oh, dat had ik niet moeten zeggen. Karma, jongens. We hebben nog 5,5 minuut. Ah! En dan moet ik het wel halen. Ik weet niet waarom ik hier zoveel moeite mee heb. Kom eens eventjes. Zo, spring, ja... Goed zo. Goed zo, Jamila. Oké, nu hebben we nog maar 4 minuten om het te halen. Zo, zo, ja. Oké. Te doen. Dit is de Tower of Fun. Het is allemaal fun en lekker makkelijk. Tenminste, dat wil ik, dat het makkelijk is. Ja, we zijn nu bij het gele platform. Oh, top. En dan moeten we ergens de andere kant gaan vinden. Maar ik heb geen idee waar het is. Ik spring maar gewoon ergens naartoe. Oh, ja. Goed zo. Oh, ik zie het al. Kijk, we zijn op een lila. We zijn nu halverwege. Wat is dit nou weer? Oh my god. Wat? Hoe moet ik in vredesnaam daar bovenop komen? Hoe is dat mogelijk? Oh,
Oh, oké, het is me gelukt. Oké, ik ga hier overheen of over deze. Ik denk dat ik zo ga doen, want hier ben ik redelijk goed in. Ja, kijk eens eventjes. Hehe, lekkere shortcut. Oké, we zijn op het volgende platform gekomen. Oh nee, we zijn nog steeds op hetzelfde platform. Nu zijn we op een andere kleur. Kijk eens hoe goed ik ga. Oh my god, wat zijn deze zwevende dingen nou weer? Oh, oh, ik heb een beetje hoogtevrees. Ja, oh, dat is echt heel erg eng. Oké, oké. Klim, ja. Ga lekker door. Oh, oh, iemand heeft de top gehaald. Oh, wat knap. Oh my god, hoe moet ik daar komen? Nou ja zeg, dat is onmogelijk. Die sprong is zo ontzettend ver. Dat lijkt me echt heel erg lastig. Maar we hebben... We hebben nog 2 minuten. Ik begin dan ook echt heel erg gehaast te voelen. Oké, we zijn hier. Ik ga gewoon even lopen en spring. Ja, yes, yes. Oh, ik ben er. Yes. Oh, ik moest gewoon eventjes een stukje doorlopen. Kijk eens eventjes. Kijk eens hoe goed we gaan nu. Wee, wee. Oh, oh, eventjes op de balk lopen. Ja. Oeh, oeh. Oh, ik vloog er bijna af. Zag je dat? En yes, ik ben hier op dit platform. Gaat het me lukken, jongens? Ik ben zo dicht. Zo dicht bij de top. Oeh. Maar ik heb nog maar 1 minuut om het te halen. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Dit is lastig. Ah! Nou, minder dan 1 minuut om dit te halen. Nou, ik denk niet meer dat het me gaat lukken. Maar dat maakt niet uit, want we hebben zometeen dan nog wel een kans. En ik heb het gevoel dat ik wel beter word. Dus, wacht eventjes, even concentreren. Ja! Yes! Oh, wat heerlijk. En nu hierop, op deze platformpjes. Ja, kijk eens eventjes. Oh, dat gaat best wel goed. Oh, oh. Moet vooral niet naar beneden kijken, want het is heel, heel, heel erg... Oh. Oh jongens, ik zit vast. Oeh, yes. Oké, even grote concentratie, want ik heb nog maar 10 seconden. 10 seconden om de top te halen. Oeh. Ja, ik ga zo snel ik kan hoor. Ik ga zo snel ik kan. Kijk eens eventjes. Kijk mij gaan. Kijk me gaan. Ik ben zo hoog. Ik ben... Oh, hè? Oh. Oké, we zijn aangekomen in een nieuwe tower. Gaat het me dit keer wel lukken om helemaal tot de top te komen? Het is een lekker grote chaos hier zo. Oh jongens, wat moet ik doen? Waar moet ik naartoe? Ah. Oh jeetje. Ik ga gewoon eventjes hier naartoe. Ja, oké, top, top, top. Oh, we hadden ook hier zo overheen kunnen gaan. We hebben nu deze weg gekomen. Yes! Hoe. Joe. En volgende platform. Oké. Ik ben er. Heel erg blij mee. Kijk, hoe sneller ik bij de andere platformen kom, hoe minder mensen we hebben. Dat zou wel heel erg fijn zijn. Ik ben wel mensen aan het inhalen, dus dat is een fijn gevoel. Maar dan moet ik niet doodgaan natuurlijk. Oh, we zijn bijna bij het groene platform, jongens. Ja, we zijn er. Oh, top, top, top. Oké, we kunnen doorgaan. Komt u maar. Oeh, nou, dit hebben we net gedaan. Daar hebben we een goede oefening mee gehad. Oh, oh, ik kon net niet zien waar ik naartoe ging. Ik viel er tussendoor. Oké. Oh, dat is zo stom dat hij... Ah! Ah! Hupje, Mila. Gewoon maar eventjes een beetje gokken waar hij terecht komt. Zo. Ja, oh net. Oh, ik heb hem net gehaald. Yes! Oh, we zijn er. En nu moet ik wel eventjes snel gaan. Want het is niet alleen een race tegen andere mensen. Het is ook een race tegen de klok. Dus misschien ben ik dan niet de... Dus we gaan door. Zo. Woe. Oké. Oh, nee! Verdorie! Helaas hebben andere mensen me inmiddels ingehaald. Dus nu wordt het weer heel erg lastig. Want al die mensen komen in de weg te zitten van wat ik wil doen. Phew. Oké, ze zijn nu eventjes achtergebleven. Heel fijn. Zo. Ja. Komt u maar. En nu weer eventjes dat lastige. Ja. Oh, kijk. Oh, dit gaat goed. Oh, wat doe ik nou? Dat moet ik... Ja, nee! Oh, nee. Oh, kijk, hij sprong er wel in 1 keer overheen. Oké, dan kan ik dit ook. Ja? Ja? En nu hierop. Ja. Yes, we zijn bij de volgende kleur. Ik ben helaas dus niet de eerste hier zo in het rijtje. Maar ik sta redelijk hoog. Vind ik zelf dan. Ah! Ik weet dat het de Tower of Fun is. En dat je het zogenaamd wel een beetje leuk moet vinden. Maar oprecht, het is zo frustrerend. Ik ben wel heel blij. Dat... Buh. Oh, we zijn op oranje. Iemand heeft het gehaald. Helemaal op de top volgens mij. Oh nee.
Hij is nu naar beneden aan het gaan. Oh, hij is gevallen. Hij viel volgens mij letterlijk achter me. Maar het maakt niet uit. Wij zijn bezig met onze eigen journey. Kijk ons gaan. Kijk ons vliegen dan. Oh, deze vind ik altijd wel een beetje lastig. Oh my god, hoe moet ik hier omheen? Oeh, yes, dat gaat goed. En oh, deze wordt steeds dunner en dunner en dunner. Ik vloog er bijna vanaf, joh. En daar zijn we weer. Yes. Oké, dan hebben we deze lastige platformen. Yes. Oh, ik zou echt heel erg blij zijn, want dit is zo lastig en zenuwslopend. Als we dat laatste platform eventjes kunnen halen. Wat moet ik nu doen? Ik kan het nog een keertje proberen of gewoon hier naartoe. Ik ga dit doen. Alhoewel, deze wel heel lastig zijn. Ik moet het opnieuw doen. We hebben nog maar 49 seconden. En we zijn zo dichtbij. Maar ook zo ver weg. Het is de Tower of Not Fun. Here we go. Blijf lopen. Nee! Oké, het is over. Dat ga ik absoluut en zeker niet meer halen. Oké, het is tijd voor een nieuwe toren. Ik ben er echt helemaal ready voor. Dus, kom op. We gaan naar ons eerste platform. Oké, deze is groen. Yes. Oh, volgens mij heb ik deze al een keertje gehad. Dus, dat is te doen. Woe! Oké, op dit moment ben ik nummer 1. Never mind. Niet meer. Ik moet gewoon eventjes even de tijd nemen. Ja, goed zo, Jamila. En go! Yes! Oké, we zijn op het volgende tweede platform. Nou, dit gaat nog best wel snel. Kijk, dit vind ik leuk. Dit noem je de Tower of Fun. Kijk nou al die minions die daar proberen te springen. En ik zit ondertussen al op het volgende platform. We zitten op blauw. Oké, ik hou van blauw. Blauw is een hele mooie, leuke kleur. Maar wat is de volgende kleur? Oh, dat ziet er naar uit alsof het zwart is. Oh nee, zwart of grijs? Oh, spannend. Yes, we zijn er. Woe! Oh my goodness. Oh my goodness. Ik ga zo goed. Wat fijn. En ik heb ook gewoon het hele platform voor mezelf op dit moment. Dus daar ben ik echt heel erg blij om. Want mensen zijn nog niet waar ik ben. Er is al wel iemand op dit platform, zie ik. Dus het gaat best wel snel. Maar tot nu toe win ik race. Oh, dit heb ik nog nooit eerder gezien. Dat is wel een beetje lastig. Zolang ik niet spring, want dan raak ik dit plafond aan. Dus dat is niet zo goed. Oké. En go. Yes! Oeh! Nou, kijk mij eens even gaan. Oké. Oh, dit voelt echt geweldig. En nu moet ik daar naartoe. Oh, wat blij. Oh, ik ben heel erg blij. Ik kom niet eens heel erg goed uit mijn woorden. En we gaan door naar het paarse platform. Gaat dit me lukken? Zolang ik het maar aanraak, dan kan ik daar resetten. Ik heb wel heel erg veel mensen die dicht bij me staan. Dus wat dat betreft is dat niet zo fijn. Maar ik ben nog wel de eerste. Dus misschien kunnen we niet alleen deze toren halen. Maar kunnen we hem ook winnen. Door gewoon echt de allereerste de top te halen. Oh, zo cool. Oké, ik doe mijn best hier. We zitten op 6,5 minuut. En we zijn eigenlijk vrijwel bijna bij de helft. Of op de helft. Jamila, gebruik even goed Nederlands. Oh my god. Oké. Ik werd een beetje te enthousiast. Maakt niet uit. Oh nee, iemand begint ons een beetje in te halen. Concentratie. Ik doe mijn best. Ik wil op een gegeven moment echt te snel. Maar ik raak dan ook wel een beetje in de stress, hè, van al die tijd. En dat ik het misschien niet ga halen. En juist omdat ik zo hoog ben, wil ik heel graag dat het me gaat lukken. Dus, het is een beetje een combinatie van neem je tijd, maar ga ook niet al te langzaam. Snap je wat ik bedoel? Zo. Oké. We gaan door naar dit platform. Oh, ja. Oh, ja. Yes. Oh nee. Oh, dit is lastig. Oh, dit is echt heel erg lastig. Zo. Oh my god, wat gebeurt er? Oké. Yes. Yes. Wow. Oh, nee. Oh, yes. Ik had dus gelukkig dit platform aangeraakt. Dus dat betekent dat ik daar kan beginnen. Maar het gaat echt helemaal niet goed. Kijk mij nou eens eventjes. Ik ben inmiddels wel ingehaald door twee andere meiden. Maar het maakt niet uit. Ik ben al gewoon veel te blij dat dit me wel lukt. Oh. Eentje is gevallen. En deze meid doet het heel goed. Oh, zij is ook gevallen. Oh, dat betekent dat ik weer eerste sta. Yes. Woehoe. Oh, kijk nou hoe hoog we zijn. Oh my god. Ik ben echt zo ontzettend trots. Want dit is wel echt heel spannend. Zo. Oké. Oh, dit moet niet aanraken. Zo. Spring. Yes. Goed zo, Jamila. Goed zo. Woehoe. We zijn nu echt super vet hoog. Soms komen we op een platform waarvan ik denk, oh my goodness, dat ga ik never nooit halen. Maar tot nu toe, ja, het lukt me. Ik zit gewoon op dit groene platform.
Oké, hier moet ik gewoon doorheen lopen en niks aanraken. Dat gaat redelijk goed. Ja, wauw. Oh, kan je dat geloven? Kan je geloven hoe hoog ik ben? En die andere meiden die mij hadden ingehaald, die heb ik inmiddels ingehaald. En ik heb een redelijk grote voorsprong. Oh, ik ben zo blij. Ik ben zo blij. Ik kan er helemaal van zingen. Maar laat ik dat maar eventjes niet doen. Want... We zijn nu op het ene laatste platform. En er is nog 3,5 minuut. Oh my god. Oh my god. Het ziet er naar uit dat ik dit misschien kan halen. Maar ik wil niet al te enthousiast zijn, want we zijn er nog niet. Dat bedoel ik. Op het einde is het gewoon eventjes moeilijk, omdat het volgende platform in de weg komt te zitten. Even kijken, kan ik er omheen? Ja, oké. 3 dikke 3 minuten hebben we om dit platform te halen. Het is wel een beetje een doolhof. Ik weet niet precies waar ik naartoe moet springen. Maar ik ga gewoon maar eventjes op de lilypad. Oh my god, ik zie de lucht. Oh my god. Jongens, hoe tof is dit? En ja! We zijn er, we zijn er. Ik heb het aangeraakt. Wow, wow. Ik heb het gewoon gehaald. Oh, ik kan hier nu gewoon op de eerste plek staan. Ik sta op de eerste plek van de Tower of Fun Cup. Oh, wat ben ik zo ontzettend trots op mezelf. Deze hele toren hebben we gewoon beklommen. En daar is het meisje. Oh, we moeten nog eventjes voor haar cheeren. Kom op. You can do it. You can do it. En ze is er. Woehoe. Oh, geweldig. Nee, kom niet op mijn eerste plek staan. Ja, goed zo. Ga maar op je tweede. Yes. Oh, ik ben zo ontzettend trots. Dit voelt echt geweldig. En wat een topgame. Yes, als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent het dat je hem helemaal tot aan het einde hebt bekeken. En dat kun je bewijzen door de vraag van vandaag te beantwoorden. En die is, wat is jouw allergrootste angst? Laat het me zeker eventjes weten in de reacties hieronder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei!